daar zijn we weer. Ik had alles al een beetje daar klaargezet en alles. Pannetje met water. En een snijplank en een mes. En met groenten en zo. En kruiden. En wat gaan we maken? We gaan een makkelijke groene soep. Maar een groentesoep. Geen groene soep. Groentesoep gaan we maken. Dus als Bolly dan even de camera wil laten staan. Dan kunnen wij mooi aan het koken. Kijk, ik draai dat schermpje even om. Kijk, zo kan ik dan hier kan ik in dat schermpje zien wat jullie ziet. Dat is misschien ook wel handig. Dat heb ik de laatste tijd gevonden. Maar goed, we gaan koken. Ik haal hier water. Dus ik zet het vuur eronder aan. Zo, dat kan maar vast heet worden. Het is een half pannetje. Maar dat doe ik altijd. Want als je de vulling erin gaat doen, dan stijgt dat weet wel. En als je al begint met te veel water, dan stroomt hij over en dan moet we alles weer schoongemaakt en zo. Dat is ook allemaal zo'n gedoe. Dus begin met een beetje water en als alles erin zit, dan vul ik het nog een beetje bij. Maar goed, laten we beginnen met bouillonblokjes. Je kunt je eigen bouillon trekken natuurlijk, met een schenkel of met soepvlees en mergpek en alles. Maar wij doen dat op de moderne snelle manier. Dat is veel makkelijker. Je hebt nog altijd soep bij de hand. Want eigenlijk kun je alles in uw soep gooien wat je in huis hebt. Dat is echt hartstikke makkelijk. Kijk, die bouillonblokjes die zitten er nu in. Hè? Die gaan smelten zo meteen en dat is hartstikke handig. Ondertussen ga ik hier een zakje soepvlees. Die knip ik even open. Die ga ik niet helemaal gebruiken hoor. Dat is gewoon voor te veel. De helft, dat is wat. En dan denk je van, nou, daar is ook niet veel groente in die soep. Daar valt mee, want ik ga je nog wat andere groenten bij doen. Dit is allemaal heel fijn gesneden en allemaal van hetzelfde en zo. En ik doe de schaar weg. En dan haal ik hier een jeun. En ik ga er een verse jeun in doen. Even een schilletje eraf zo. Dat lijkt nou even los op mijn haar, hè. Maar dat gaat dan straks in de groenbak, hè. Dat weten we al. Daar kun je echt wel op vertrouwen dat ik dat tegenwoordig doe. Nou, niet tegenwoordig, maar in het begin bij mijn eerste filmpjes. Toen waren er allemaal mensen die zeiden van, hé, je scheidt het afval toch wel, hè? Ja, tuurlijk scheid ik het afval. Dat is toch normaal, dat hoef ik dan niet meer te zeggen tegenwoordig. Ik vroeger waren dat nieuw, hè. Vroeger, toen deden ze dat niet en toen moesten ze echt zeggen van, jongens, scheid het afval. Daar moesten we echt aan wennen. Maar tegenwoordig, iedereen doet dat, dus ik ook. En op mijn haan was het wel, in mijn eerste filmpjes, zei ik iedere keer, ik ga het geloof ik zelfs een keer laten zien dat ik mijn handen waste. Maar goed, ik doe dat toch echt wel. Nou, ik gesnijd hier naar, gewoon zo, in dunne reepjes. Hoeft niet in blokjes of zo. Gewoon zo in van die reepjes. En dan mag erbij. Zo. Dat is een mooie verse jeun die erin gaat. Eentje is genoeg. Het is een behoorlijke grote. Het is ook geen reuze ui. Maar hij is groot genoeg. Dus hij kan erin. Hapakee. Nou, dan ruur je af en toe eens even. Zo. Goed over de bodem. Dat ook, hè. De bodem van de pan. Die moet je vullen. En laat nou niet uw houten lepel erin staan. Want die smaken, die trekken allemaal in de hout. En dan krijg je straks een groentesoep die naar kip piripiri gaat smaken. Of zo. Als je net kip piripiri hebt gemaakt met die lepel. En je laat het er alsmaar in staan. Dan trekken die smaken erin en dat moet je niet hebben. Dus als je dit gedaan hebt, gehuurd, dan leed je hem apart weg. Nou, waar haal ik nog meer? Ik haai hier heel oud lentejuin. Zie, dat ziet er niet meer uit. Maar die kan nog makkelijk in de soep. Dus wat doe je dan? Je haalt die oude bladeren, die haal er allemaal af. Zo ver als dat gaat. Ik gewoon zo, hop, eraf. Weg jullie. Jullie hebben niet nodig, want jullie zijn niet lekker meer. Maar daar binnenin, daar hadden nog heel mooi lente uit zitten. Dus als je die oude bladeren eraf haalt, gesnijd kontje eraf
En het topje, want dat is ook uitgedroogd, dat is niet lekker. En hier haal ik er nog een, daar doe ik het ook bij. Hup, alle bladeren eraf. Zo. En als je dan zo hier, dat dat zo bij elkaar zit, dan kun je, als je dat makkelijk vindt, met je mes zo even insnijden zo. Dan heb je een mooi beginnetje dat je het eraf kan peuteren. Zo. Ja, zo makkelijk gaat het ook niet, maar je moet dat even doen. Beetje moeite doen, dan hoef je die groenten niet weg te gooien. Die kan je dan gewoon in de soep gooien. En weet je wat je zelfs in soep kan gooien? Soms hebben van die krop sla, weet je wel. En zeker in de zomer, dan zijn er heel veel kroppen sla. En misschien hebben we wel een groentetuin. En dan denk je, oh mijn god, ik haal 10 kroppen sla, die zijn rijp. En wat moet ik ermee? Ja, we kunnen het aan de buren geven natuurlijk, die zijn er ook hartstikke blij mee. Maar goed, op een gegeven moment houdt dat wel op. En dan denk je, wat moet ik nou mee die je sla? Nou, heel simpel, gooi het in de soep. Echt waar, je kunt alles in de soep gooien. Dat is zo makkelijk. Zo, doe je kont eraf, hier ook nog een puntje. Hup, eraf. En dan voor het gemak, om minder te hoeven snijden, doe dan een keer zo. Dat je een korter stukje hebt. Zie je, dan heb je maar zo'n stukje in plek dat je zo'n stuk moet snijden. En dan gaan we daar mooi rondjes van maken. Kijk, die is ondeugend, die school weg. Nou, die pakken we er gewoon weer bij. En denk van hoe vingers, hè. Die moeten echt opzij houden, want anders krijgen problemen. Ze zitten in het ziekenhuis nu niet te wachten op iemand die zo dom is om in zijn vingers te snijden. Daar is het veel te druk voor. Maar goed, de lente uit, die kan erbij. Zo. En nou haal ik nog weg. Ik heb een zakje met sperziebonen gekocht. Zo, kijk. En daar heb ik een handje uitgehaald. En ook daar, koppen komt eraf. Gewoon zo, hopla. En hier, hopla. Hier nog een paar. En dan zomaar een handje. Er hoeft niet veel in. Want anders dan krijg je sperziebonensoep. Nou, dat is de bedoeling niet. Ik wil groentesoep. Dus een beetje van die bomen erbij. Nou, en ook daar snijden we stukjes van. Maar die mogen iets groter, omdat je dan toch wel wil weten dat je sperziebonen zit te eten, weet je wel. Maar ook weer niet te groot, maar gewoon een beetje. Zo, zie je dat? Dat is groot zat. Nou, en ook die mogen in de soep. Zo. Nou, ga ik de soepgroenten kant-en-klaar gesneden. Nou, er zit celery in en wortel zit erin en nou ja, meer van die meuk. En ik haal bionblokjes, een stuk of 3. Dan moet je gewoon even bekijken hoeveel van die bionblokjes ga ik erin doen. Nou, en dan haal ik een juin erin gedaan en lente-ui die ga ik nog liggen. En wat ik nou net gedaan, weten jullie dat nog? Sperziebontjes. Ja, dat is waar. Sperziebontjes. Die heb ik er ook in gedaan. Zo. En dan is het nou tijd om gehaktballetjes te maken. Dat is zo lekker, hè. Gehaktballetjes. Nee, dat doen we niet. We gaan een geheime ingrediënt erbij doen. Kijk, ik haal hier uit de diepvries een zakje met magieplant. En dat gaat er ook bij. Dat maakt de soep af. Echt waar. Ik haal altijd een magieplantje. En dan komen er iedere keer verse blaaieren aan. Nou, die blaaieren, die vries ik in. En als ze dan ingevroren zijn, dan breek ik ze. Want dan zijn ze keihard, dit wel. Dan breek ik ze. En ik bewaar het in de diepvries, in een zakje. En dan kan dat in de soep erbij. Zo. En dan hebben we echt, echt lekkere soep. Dat is echt waar, als je daar een beetje magieplant bij doet. Je kunt zeggen, je pakt de magie erbij, weet je wel, deze. Die haal ik hier ook, die moet ik even zoeken. Waar haal ik de magie? Haal ik de magie? Is de magie ook? Oh nee, hier haal ik de magie. Kijk, dat is een heel oud flesje, dat gebruiken we eigenlijk niet. Maar ja, het is ook magie. Maar het is heel wat anders. Echt waar, als je verse magie erin doet, hè. Oh mens, dan wilde. Nou, dan haal ik hier zo'n 300 gram gehakt. Dat is een klein pakje. En dan half om half is dit.
Je kunt ook gewoon rundegaak nemen. Dat is ook lekker. Maar dit is veel goedkoper, joh. En daar gaan we een bietje kruien in doen. Maar geen ei of paneermeel of zo. Gewoon zomaar gehakt. Ik ga hier mix fur gehak. Die gaat erin. Gewoon zo'n bietje. Niet overdreven, want anders wordt het weer te zout. Dat willen we ook niet. En gekneed dat we er nemen. Normaal gesproken, als je gehaktballen maakt, het wel, dan doe je er een ei erbij. En wat paneermeel. Of stukjes brood wat je geweekt hebt en melk of zo, dat kan ook. Maar dit is voor de soep. En dat gaat gewoon veel makkelijker zo. En hoe ik nou weet dat er genoeg kruien in zitten. Och, ik denk niet dat je dat wil weten. Want dan krijg ik mijn commentaar. Echt waar, maar ik doe het wel. Kijk, ik pak een plukje. En dat eet ik gewoon op. Oh, perfect. Niks meer omhoog. Dan zeggen mensen, ja maar rauw gehakt, dat moet je niet eten, dat is niet goed. En, ach mens, ik zei al een jaar of 75 geloof ik. Ik weet niet, ik zou het vergeten. En ik doe dit mijn leven lang al en ik heb er nog wat gemaakt. Nooit wat gemankeerd, zo moet ik zeggen. Kijk, en dan neem je een klein plukje gehakt en dan rol de deur uw hand zo. En dan haal je gehaktballetje en die gooi je in de soepelij. Heel simpel, gewoon lekker zo op uw gemakkie, gezellig balletjes aan draaien. Dat is ontzettend therapeutisch om te doen. Echt waar. En als je het dan zo in de soep gooit, dan, och, mens, dat wordt zo lekker, hè. Echt waar. Je kunt kant-en-klare balletjes kopen, verse, dat ze al gedraaid zijn van vers gehakt. Dat kan je doen. Je kunt balletjes uit blik kunnen gebruiken. Maar goed, je kunt ook soep uit blik eten, hè. Dat kan ook, maar nee, laten we dat eens niet doen. Want sinds ik weet hoe makkelijk, oeh, hij begint te koken, wacht even, beetje lager. Hij mag wel koken, maar niet gewoon beetje, zachtjes. Wees lief voor uw eten. Zo moeten we denken. Nou, wat was ik nou aan het zeggen? Oh, sinds dat ik weet hoe of dat je verse soep makkelijk kan maken, lust ik helemaal geen bliksoep meer. Ja, ik vind dat zo vies. Echt waar, ik krijg het met een strot niet meer door. Nou, en sinds wanneer weet ik dat je eigenlijk overal soep van kan maken? Echt, echt overal. Ja, dat is al een jaar of 50 geleden of zo. Ja, zo lang. Vroeger maakte het af met een pakje soep. Weet wel, zo'n pakje soep, daar kon je dan gewoon soep van maken. Dat was van die gedroogde rommel en dan moest je dan een liter water erbij doen en even koken en dan had je soep. Nou, die gooide ik er vroeger altijd bij. Maar sinds ik de magieplant had ontdekt, is dat gewoon helemaal niet meer nodig. Zometeen, als alle balkjes erin zitten en zo, dan laat ik het nog even koken. Want terwijl dat ik die balk aan het draaien ben, kookt die groente natuurlijk al gaar. Hè? En je wilt wel weten dat de groente in zit. Dus je gaat dat geen 3 jaar op het vuur laten staan. Probeer trouwens uw balkjes ongeveer even groot te maken. Dat is wel zo prettig. Maar als je er ene grote in doet, en ja, nee. Dat moet je niet hebben. Je moet echt wel ongeveer even groot. Dat is nog het mooiste ook, hè. Maar ja, sinds ik de magieplant heb ontdekt, dan heb ik echt zoiets van, nou, dat hoeft allemaal niet meer. En weten jullie ook nog die reclame die je ooit had van, gisteren deed ik het nog in mezelf gemaakte soep. En dan vroeg ik me altijd af, wat deed ik gisteren dan? Ja, dat weet ik ook niet hoor. Ik vind dat echt, dat vond ik zo'n rare reclame. Oh, zo hebben ze veel van die rare reclames, eigenlijk. Dat je denkt van, nou ja, ik weet ook niet wat jij aan het doen bent hoor. Dat spoort niet helemaal. Maar goed, mensen moeten zelf weten wat ze doen. Echt waar, zolang als dat ze maar thuis blijven. Want dat moet tegenwoordig, hè. Het is vandaag zaterdag. Ik zal je vanmorgen even boodschappen eerst doen. Vandaar dat ik nou die verse soep kan maken.
En het was behoorlijk rustig in de winkel. Echt waar. Ik was bij de Albert Heijn, daar doe ik graag mijn boodschappen. En er stond zo'n jonge man, die stond buiten al die karkens schoon te maken. En binnen was het allemaal hartstikke veilig. Echt waar, het was heel ruim. Het leek wel of ze gewoon van die schappen weg hadden gehaald. Zo groot leek het. Of misschien was dat omdat het niet zo druk was. Dat kon ook. Maar al die medewerkers, die hadden een speciaal jasje aan, zodat je er rekening mee kon houden met wel van, die werkt hier, die moet wel gezond blijven. Dus ja, dan blijf je dan ook uit de buurt, hè. Dat doe je gewoon. En bij de kassa hadden ze allemaal van dat plastic hangen. En strepen op de vloeren, zoals een soort parkeerplekken, weet je wel. Dat je goed afstand kan houden. Nou, en dat doen we dan. Met liefde, echt waar. Want ik wil niet aangestoken worden door iemand. Maar ik wil ook niet dat, stel dat ik het haai. Ik haai het niet hoor, echt niet. Ik haai het niet. Ik zei goed gezond. Maar stel nou, hè, je weet me nooit. Dan wil ik ook niet iemand anders ziek maken. Dus toen ging ik naar de kassa toe. En toen haai ik in mijn kar een doosje met merci chocolade. Echt waar. En dat was niet voor mezelf. Nee, dat ga ik zo meteen even vertellen. Want ik had afgerekend en ik moest mijn pincode intoetsen. Want ze hebben dat nou wel verhoogd naar 50 euro. Maar ja, als je voor een week lang boodschappen wil gaan doen. Want ja, je wilt toch niet te vaak naar die supermarkt. Gewoon zo min mogelijk. Dus ik haal je voor een week in huis. En toen moest ik mijn pincode intoetsen. En daar haal ik dus mijn kaart voor gebruikt. De punt van mijn bankpas. Die ga ik gebruiken om die nummertjes in te toetsen en op oké te toetsen en zo. Dat vond ik best wel heel slim. Dus dat had ik gedaan. En dan een eindje verderop had je de klantenservice. Daar kun je check kopen en alles. Dus ik ging daar naartoe. En mee dat doosje merci. En ik zei tegen de meisjes, ze stonden er met z'n tweeën. En ik zei tegen de meisjes, ik wil graag 3 pakjes check mee vloeien. Nou, dat ging ze pakken en toen zei ik tegen, toen moest ik afrekenen en dat had ik gedaan. En toen leed ik de doosje merci, leed ik daar op dat bureau, hoe heet het, waar goed spullen op kan leggen, weet je wel. Dus dat had ik daar opgeleid en toen zei ik tegen haar, zeg, die is voor jullie. En ze keek me aan, echt waar, zei ze. Ze zei, ja, die is voor jullie, want zonder jullie kan ik van de week niet eten. Dus ik ben zo blij dat jullie gewoon wilt werken en dat de winkel open is. Dus merci voor jullie. Nou, je had die ogen moeten zien. Dat was zo leuk en zo lief. En och, het was even mijn handen was. Wacht even. Ik had je net wat hard gedaan, hè. En ik had schoon handen toen ik aan het hard begon. Maar ja, nu moet ik weer van alles beetpakken. En dan is het toch wel prettiger om eerst nog even zo'n hand te wassen. Maar goed, je had dus echt dat gezicht. Dat was zo lief, hè. Echt, ja. Ah. En dat is dan zo leuk als je zoiets voor iemand kan doen. Ik sta nu even in de soep te ruren. Zo. En dan ga ik zo meteen even proeven. Maar dat doe ik zo meteen. Want laat nou eerst dat gehakt even gaar worden. Ik zie dat, hoe of dat het niveau van dat water is gestegen. Past er allemaal goed in. En als je al begint met zoveel water. En het ga je dan koken. Ik moet hem iets hoger zeggen. Dan. Het moet wel koken. Zo. Het ga je dan koken. Dan ga alles eroverheen. En dan is wie ben niet blij natuurlijk. Hè. Even koken. Ik zou zo. Zo zie je dit beter denk ik. We zijn nu toch klaar daar op die aren. Dan ga ik zo even opruimen. Kijk, het begint weer te koken. Zie je de borreltjes komen? Nou, dan gaat hij iets lager. Dan moet je ook mee gevuil doen, hè. Soep maken is gevuil. Echt waar. En dan gaan die smaken, die gaan langzaam met elkaar trouwen. En dan krijg je echt heerlijke groentesoep.
wat ik nou nog ga doen, want hij staat nu te koken, hè. Ik had dat vergeten klaar te zetten, maar ik geloof dat ik daar wel vaker last van heb. Dat ik toch wel iets vergeet om klaar te zetten. Ik haal hier vermicelli. En als Wiebe iets lekker vindt, dan is het wel vermicelli in zijn soep. Dus daar gaan we niet te zuinig mee doen. Gewoon zo. Handje voor Von. Handje voor Wiebe. En een handje voor wie er langskomt. Maar ja, er komt niemand langs, maar ik doe hem er wel in. Zo. Drie handjes. Dat is genoeg. Dan hebben Wiebe echt zijn zin. Zo, met die vermicelli erin. En nou kookt hij nog een klein beetje. Nou, dat is hartstikke mooi. Ik ruur die vermicelli even de deur. Zo. En nee, ik doe er geen deksel op. Ik wil dat lekker in heel het huis kunnen ruiken. Oh, heerlijk. Kijk, en het wordt ook echt groen, hè, dat water. Die bouillon. Echt, joh, die wordt zo lekker. Nou, de balkjes, die zijn gaar. Nu moet de groenten, zijn die al gaar, dus vullen? Nee, die bontjes zijn nog niet gaar, dus dat moet nog even. En dan ondertussen, dan gaart die vermicelli ook. En als je nou wil, hè, oh, dat kan ik ook nog wel laten zien. Ik haal hier nog wel een oude aardappel, kijk. Dat is een hele oude, hè. Die kan er niet meer gewoon koken en eten. Nou haal ik hier een dun schiller. Dan draai ik de camera zo weer even naar de snijplank. Ik haal hier een dun schiller. Dan schil ik die oude aardappel die gewoon echt niet meer lekker is. Zo. En die kan dan ook in de soep. En weet je wat het voordeel is? Als je er een aardappel bij doet, of twee. Als uw soep nou net wat te zout smaakt, hè. Gooit er een aardappel bij en die neemt de zoutsmaak op. Dat scheelt echt hartstikke veel. Deze weg, daar heb ik zo meteen op, hup, op schaduwolie. Zo, even de aardappel wassen onder de kraan. En dan ga ik er stukjes van snijden. Zo, mooi, klein, stukjes. En dan die aardappel. Wat ik net zei, die neemt dan het extra zout op. En je hebt weer extra vulling in de soep, hè. Kijk, het hoeft niet, maar het kan. Het zijn maar voorbeelden bij of dat je allemaal in uw soep kunt doen. Echt waar. Als je soep kunt maken, dan kun je alles maken. Zo is het nou eenmaal. Echt waar. En soep is zo makkelijk. Echt waar. Je gooit er gewoon maar in. Je laat het koken. En je kijkt van, nou ja, is dit een lekkere smaak? Kun je er nog verse paprika in gooien of zo, weet je wel? En kijk hoor, zien jullie het zo? Ja, zo ziet het wel, hè. Je kunt er verse paprika in gooien. Wat nog meer, ja. Nou, een tomaatje, dat zou ik niet doen. Dan krijg je meer een tomatengroentesoep. En daar haal ik nog weer een heel ander recept voor. Ook heel makkelijk. Dat zal ik ook eens een keer laten zien. Jij hebt nou mijn snack al gezien, hoe of dat je die makkelijk kan maken. Nou, dit is makkelijke groentesoep. En maak ik ook nog eens een keer tomatengroentesoep. Italiaanse tomatengroentesoep. Echt waar, dat is zo makkelijk, hè. Kom, ga nog weer eens koken, jij. Je moet wel aan de kook blijven, als soep. Maar die Italiaanse groentesoep, die laat ik ook nog wel eens zien. Wat je van mij niet hoeft te verwachten, zijn al die koussoepen. Die moderne gazpacho en zo. Dat ga ik echt niet doen, ik hoef geen koussoep. Soep moet bij mij heet zijn. Echt heet. Dat vind ik het allerlekkerst. Dat je mond net niet brandt, weet wel. Dat je zo een lepeltje neemt en dan zo opzuigen. En dat je dan net hoe je mond niet brandt. Dat vind ik het echt het allerlekkerst. En dan moet een beetje peper op. Maar die peper, dat doe ik pas op het laatst. Als al die smaken van die groenten, als dat in het water is getrokken, in de soep. Dan kan ik pas bepalen, moet er nog peper bij. Maar dat zien we dan later. Daar kom ik nog even voor terug. Ik ga dit nu heel langzaam laten koken. Een beetje lager. Pietje maar. Ja, zo kookt hij mooi. Oh, die heeft warme soep.
Echt waar. Yo, ik kijk iedere keer naar die camera zo, hè. Maar ja, dat zie je jullie niet natuurlijk. Want jullie ziet die stoep. En je ziet mijn haar echt en zo. En je ziet dat ik daar schoon moet maken. Maar dat komt allemaal wel. Ik ga eerst even soep maken. En dan straks mee de vaat. Dan maak ik dit ook allemaal weer schoon. Of wie bedoelt dat? Of misschien doen we het samen eens een keertje. Dat is ook wel leuk. Ik bedoel, Von die zit te haken, die haai geen tijd. Dus Wiebe en ik, wij kunnen dat best eens een keer voor de mensen doen. Dat we dat samen doen. Dat is misschien ook wel gezellig. Muziekje erbij. Alhoewel, ja, ik geloof niet dat Wiebe mijn muziek mooi vindt. Ik geloof niet dat hij dat echt kan waarderen. Nee, Wiebe is meer van de mooie muziek, weet je wel. Die houdt van progressive rock. Dat is mooi. En een symphonic rock, geloof ik dat heet. Dat vindt hij mooi. En klassiek. Ja, maar klassiek vind ik ook mooi. Maar ja, ik weet niet hoe dat allemaal heet en zo. En hij wel. Je hoeft maar een muziekje te laten horen. Dat je bijvoorbeeld op YouTube, weet wat, dan zet er een stukje klassieke muziek op. En dan zie je niet wie het is. En je ziet ook niet wie de componist is. En dan na binnen 10 seconden weet wie het is. En hoe het muziekstuk heet en zo. Hij weet daar echt heel veel van. En daar ga ik zo'n bewondering voor, hè. Echt waar. Ik ken heel veel muziek. Echt waar. En ik ken ook wel wat namen, maar ik weet niet welke naam dan bij welke muziek hoort. Daar ga ik dus echt, dat zit bij mij niet, nee. Nee, daar ga ik niet op een rijtje. Daar heb ik wel meer niet op een rijtje, maar daar ga ik niet op een rijtje. Als je dan tegen mij zegt Gerard Joling, ja, dan moet ik alleen maar denken aan die hoge C, die hij niet kon halen. Toen moest er even, nee, dat ga ik niet zeggen. En Jantje Smit. Maar ja, die meude ook geen Jantje meer noemen, want ja, die is zonderhand ook al opa. Dus dat kan niet, dat is Jan. Maar ja, als je dan tegen mij zegt van wat voor muziek heeft hij gemaakt, ja, dat weet ik niet meer hoor. Echt niet. En dan hadden van vroeger, hadden ook nog eens een vrachtwagenchauffeur. En dat vond ik wel leuk, want mijn pa, zijn vader, die was vrachtwagenchauffeur, ooit. En ja, als je dan zo'n zingende vrachtwagenchauffeur krijgt, ja, dan onthouden we dat wel. Maar ja, ik weet zijn naam niet meer. Echt niet. Ik had geen idee en ik kan ook niet meer zeggen wat hij nou... Oh, met de vlam in de pijp. Met de vlam in de pijp rij ik door het hoge gras. Met mijn 30 tonnen diesel. Ver van huis, maar in mijn sas. Weet je wat, zo zong die dan. En ja, nou, dan moet ik altijd aan ons pa denken. Echt waar. Die beste man die is een paar jaar geleden overleden. En dat was heel triest. Maar hij was er wel aan toe. Echt waar. Hij was oud genoeg. En hij had het wel gehad. Hij vond het prima. Nou ja, dan kan ik ook niet zeggen van... niks te lang, jij meuk niet dood. Maar ja, dan doet hij dat gewoon het wel. En daar heb je dan vrede mee. Maar als je dan weer zo'n liedje hoort, of je denkt er ineens weer aan, ja, dan heb je toch wel weer even een brak in je keel. En dan staat er vrolijk te zingen, weet je wel, en ja, maar dan toch. Maar ik denk dat ik zometeen, terwijl de soep nog even moet koken, dan denk ik dat ik zometeen even zo'n muziekje op ga zetten. Van die, hoe heet die nou? Dat weet ik nou ook niet meer. De vlam in mijn pijp, weet je wel. En dan ga ik daar op zoek en dan kom ik zijn naam vanzelf tegen. En dan weet ik zeker dat hij nog meer mooie liedjes heeft. Dan ga ik even zitten luisteren. Dan kan de soep rustig koken. Dat moet nog iets van 10 minuutjes of zo. En dan kom ik bij u terug. En dan gaan we hem op smaak brengen met nog wat peper. En dan gaat de deksel er pas op. Nu niet. Nu mag je gewoon lekker zo... En dan kunnen zeggen, al die vitamintjes, nou dat valt hartstikke mee hoor, want dat hoeft maar heel even te koken. Zo lang hoeft dat niet. Dus de meeste vitamintjes blijven er wel in. En anders nemen we een pilletje. Nou, ik ga de camera even uitzetten en ik ga daar muziekje op zoeken. En dan met een minuut of 10 of zo, dan kom ik bij u terug. Dus met de vlam in de pijp. Ha! Nou, daar zag ik weer. De soep, die is... Helemaal gaar, echt, hij heeft niet zo heel veel nodig. Ik wou geen snot aan groente hebben, ik moet wel groente kunnen zien. Dus ik draai het vuur nu uit, zo. En dan pak ik een schone lepel, zo, een mooi schoon lepel. En dan proef ik alleen de bouillon.
Niet de groenten en zo, die laat ik er allemaal in zitten. Maar gewoon zo puur de bouillon proeven. Zo. Even blazen, hè, want het is heel heet. Ah, echt. Hemels. Nou, dan kan die bij de vaat. Dan doe ik er alleen nog een beetje peper op. Nog steeds die goede kopen bus. Die hou je nog steeds niet op. Maar goed, we doen het er maar mee. Ik wil altijd peper in mijn soep. En geen zout. Zout, dat zit al in de bouillonblokjes zit al. Gewoon, hier komt niks uit, joh. Dat schiet niet op. Staan we de zenuwen te draaien. Ik word er helemaal puin de vuur van. Maar goed, er zit in. Even ruren zo. Hoppakee. En dan haaien wij soep. Maar, omdat soep van de andere dag altijd veel lekkerder is. Het is vandaag zaterdag. Merg is het paasdag. Dus dan haai vonne wiebe, haai lekker soep mee pasen. Lekker groentesoep. En dan vanavond dan eten ze maar iets van brood of zo. Dat vind ik ook allemaal best. Dat doen ze maar. Volgens mij ga je vonden. Kijk, ik ga je deze gevonden hier. Die stond ook al klaar. Die. Nou, dan eten ze die vanavond maar. Die was in de aanbieding. Die had ik meegenomen. Dus die ga ik hier neergezet zo van vond. Dan hebben we dat vanavond. En ze haai de roomboter in de aanbieding. Twee kuipjes. En dan kreeg je weer korting. En weet ik het al hoe dat allemaal zat. Maar goed, ik haai dus twee kuipjes roomboter voor de meegenomen. Dus dan kunnen ze vanavond gewoon dat paasbrood eten met roomboter erop. En misschien, ik ga je ook een stukje oude kaas meegenomen. Misschien doen ze de kaas op of gewoon wat suiker. Of misschien helemaal niks dat ze het zo eten. Maakt mij allemaal niet uit. Hier gaat de deksel op. Zo. En dan ga je ze morgen mee pasen. Hij is lekker groentesoep. En dan zal dat paasbrood er zal nog niet op zijn. Dus dat kan ze ook eten. Dan haaien ze dat ook weer. En ja, daarna moeten ze maar weer verder kijken. Ik weet ook niet. Ik weet wel dat de paaseikers, die waren op. Ik heb geen paaseikers voor ze mee kunnen nemen. Dat is nou weer wel weer jammer. Ja. Ik denk dat dat gehamsterd is of zo. Dat mensen dachten van, nou, wc-papier, daar hebben we nou allemaal genoeg in huis. Laten we nou eens paaseikers gaan hamsteren. Dat vond ik wel heel sneu dat ik dat dan vervolgens niet mee kon nemen. Vorig jaar had ze zo groot. Echt hoor, het past niet eens in beeld. Daar is mijn hand, daar is mijn hand en hier is mijn hand. Nou, zo groot was hij niet. Hij was echt zo groot paasei. Had ze van Wiebe gehad. Twee. Echt waar, twee van die paaseieren. Maar ja, die waren er niet. Er waren zelfs niet van die zakjes mee van die kleine paaseikers. Enige waaier waar, en daar heb ik al in de kast gelegd. Ik zal het eens pakken. Hier. Dit. En dat is natuurlijk wel een goed merk, hè. Van Tony's Chocoloni. En daar waren dan, hoe heet dat? Paasei in je reep. En ik haai melk, meringue, citroen. Nou, dat klinkt wel heel erg spannend. En dat was dan voor paas. Nou, daar heb ik dan verder meegenomen. Van nou, dan heb je toch wat chocola mee paas. Want van en zonder chocola, dat gaat niet, hè. Koffie haai ze nog zat in huis. Daar haai ze nooit tekort. Daar zit wel goed. Dus ze het eten. Ze het chocola. De peper, die gaan we terug in de kast. En ja... Ik kan alleen maar stoppen met jullie hele fijne paasdagen te wensen. En ja, weten, doe verstandig, hè. Na Pasen zijn ook de tuincentra en de bouwmarkten en de meubelboulevards zijn open. Je hoeft niet mee Pasen per se daar met alle mensen naartoe. En je moet toch maar met één persoon naar binnen. Dus als je voor de gezelligheid gaat, hoef je dat ook niet te doen. Want eentje staat er buiten te wachten en een ander die is gezellig binnen aan het shoppen. Nou ja, aan het kijken, want kopen wordt er meestal dan ook niet gedaan. Dus doe dat eens even niet. Viert gewoon thuis hoe we Pasen. En als je bij familie wilt zijn, doe dat dan digitaal.
Dat is mijn advies. Gebruik uw gezond verstand. Kook lekker. Zorg dat je niet te vaak boodschappen gaat doen, maar hou gewoon voor een hele week in huis. En ga niet hamsteren, hè. Dat doen we niet. Jongens, stay safe, zeggen ze. Heel modern. Nou, ik gun jullie alle gezondheid en ja, ik weet zo gauw ook niet wat ik verder moet zeggen. Ik vind het allemaal zo erg wat er allemaal gebeurt. En ik probeer een beetje vrolijk te blijven, weet wat, met een lekker pannetje soep en zo, weet wat. Dat gaat nu hier zo staan, zo, deksel erop. En ja, ik weet het anders ook niet. Nee. Maar goed, met de vlam in de pijp, hè, ga ik door het hoge gras. Met mijn 30 tonnen diesel, ver van huis, maar in mijn sas. Nou, voor iedereen die werkt, iedereen die moet werken en niet thuis kan werken, blijf gezond. En dank je wel.